een keer gevallen. Zo'n stuntel ben ik niet. Ik ben bezorgd om zijn broze gezondheid, heer. Hij is te dun gekleed voor dit barbaarse klimaat. Zal ik hem bedreigen met een flinke Spaanse griep? Waarom Spaans? Maar heer, vergeet niet dat dit deel van uw tranen althans in de ban leeft van de pepernotenstrooiende zonderling aan wie gij het epitheton Ornans goed heilig man verleende. Doontje Pugelers. Bij nagels. Pietje Verstegen. Beste zus. Plaagt, ja. Jeanetteke Kirkels. Liegt dat je mag. Jokt wel, er is. Nou, dat is toch hetzelfde, hè? Maar heb je niet nog één bordeltje voor me, juffrouw Truusje? Voor de zenuwen. U hebt er al twee gehad. Mientje Schrooien. Drop gekocht van de kerkcenter. Ja, ik kom. Marcel Bemelmans. Is in zijn broek. Doet zijn kleine boodschap in zijn box. Ken ik het of ken ik het niet? Vraag hem de meiden terug. Zo, alsjeblieft. Ah. Je staat. Zo. Toeg. Superplies, stola, mantel, snor en baard, ruik. En dit is voor... Waar is Lambert? Waar is mijn zwarte Piet, Trusje? Dat weet ik niet. Hier is de meid. Maar had er lang gekleed en geschminkt moeten zijn. Waar is de schmink? Hier. Oh, zo. En dat, juist ja. Ja, ik zal telefoneren. Waarom heb je zelf niet getelefoneerd? Niks kan het overmaken. Hallo, mevrouw. Ja, met Nicolaas Bonte, nummer 112, alsjeblieft. Dank u. Ja, zeg, zou je die broek niet uittrekken? Hij komt helemaal onder je toog uit. Oh, je maakt mij niet wijs dat de bisschop geen broek aan heeft. Het is geen gezicht. Nee, je hebt... Ja, dank u. Ja, bukster is. Je bent toch ook zo groot? Ja, hè? Hallo? Hallo, madame Wotte? Ja, kapelon Noorkerk hier. Waar is Lambert? Ziek? Hij zou toch Zwarte Piet? Hoge koorts. Maar dat kan toch niet, madame Bonte? Het hele patronaat zit stampvol. En niemand van de anderen dan? Niemand thuis, ja. Mantel. Ja. Verstappen. Ja, ik zal het proberen. Gielet hier, ja. Beterschap dan maar. Verstappen. Vreselijk. Want jongens, tottert. Hinder toch niet, hij hoeft niks te zeggen. Hallo, mevrouw met kapelaan Nodekerk nog eens. Verstappen, nummer 65, alsjeblieft. Dank u. Die wijter is veel te groot. Nou, nee, je moet eerst de snor en baard en de pruik doen. Natuurlijk, bemoei jij je er ook niet mee. Zo, hier. Ik ben zenuwachtig, kapelaan. Zou ik niet nog een klein borreltje? Voor ik drink anders nooit. Dat weet jij. Nou, breek me de bek niet open. Geef meneer Slang maar een glaasje, Trusje. Ik ben er zelf ook aan toe, maar ik kan er niet zo goed tegen. Hallo, mevrouw. Geen gehoor. Ja, dank u. Wat moet ik nou beginnen? Jean Severens. Maar die heeft geen telefoon. En we hebben nog maar 10 minuten. Waarom doet u het zelf niet? Ik? Ja, natuurlijk. Dat past u vast wel. Dat kan toch niet? Met een zwart gezicht, een priester die... Ga je even terug. Er zitten daar een paar honderd kinderen, de eigen verheugen op de goede zin. Kapelaan niet. Ga dan alleen? Voor geen goud. Een zin zonder Pieter zal te vullen, pak zonder deksel. Maar als u gaat, gaat mee. Beloofd is beloofd, maar alleen nog. Patronaat, hoe lang het toch duurt? Wat heb je gezegd? Kwartiertje. In godsnaam. Ah. Jullie erewoord dat je niks zegt. Erewoord, kapelaan. Goed zo. Dat is even goedmoedig. Hè? En dan maar uit er nog. En met af. Zo. Hoe zie ik eruit? Sprekend Sinterklaas. Ziens kom de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Staat te lachen en roept ons
me opgemeld, meneer Pasteur. Ja? Er waren wat moeilijkheden met de Zwarte Piet. De lamme bonden, die was plotseling ziek geworden, maar het is opgelost. En op een kwartiertje zijn ze hier. Misschien kan ik dan niet tussen de limonade opdelen. Ja, doe dat maar. Dat is misschien kan meester Bongassen nog wat Sinterklaasliedjes laten zingen. Ja, maar we hebben alles al gezongen, meneer Pastoor. Ja. Lieve meisjes en jongens, wij hebben... Stilte! Wij hebben zojuist bericht ontvangen dat de goede Sint en zijn Pieterman Knecht onderweg zijn. Stilte! Wij zullen in afwachting daarvan met z'n allen nog eens een keer het lied zingen van Hoort wie klopt daar, kinderen. Ik tel drie tellen vooraf. 1, 2, 3. Hoort wie klopt daar, kinderen. Zit daar, kinderen. Hoort wie klopt daar, kinderen. Tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker. Die verdwaald is zeker. Zou vaak eens vragen naar zijn naam. Trieve, doe die hond weg. Doe die hond weg. Kom maar naar de deur. Hij heeft me niet herkend. Geen mens zou u herkennen, herwaren. Geen mens. Het is zonde dat ik het zeg. En denk erom gesminnen, zeg Piet tegen me. Geen kapelaan. Zeg eens Piet tegen me. Piet kapelaan. Nee, alleen Piet. Oh, verder niks. Ja. Zo, en waar zijn de pepernoten? Kom. Ja, hier. Zo, dank je. Zo, zal ik je toch nabrengen? Nee, alles in de koffer. Ook de kleren van Goswins. Kom, dat kan. Na u, Sint-Nicolaas. Succes, hoor. Ja, dank u. Kom maar. Monseigneur het hoort, wie wordt er dan op het matje geroepen? Ik natuurlijk. Nee, ik natuurlijk. Waar blijft op die manier de eerbied voor de geestelijke stand? En dat vooral in deze tijd, waar de socialisten iedere kans aangrijpen om ons belachelijk te maken. Kan ik het helpen dat Lambert Bonte ziek was? En Slanger was dronken. Een dronken bisschop en een met schoensmeer ingesmeerde priester zonder toog. De kinderen hebben een heerlijke middag gehad.
zit nog allemaal zwart bij je oren. Kom eens hier. Sinterklaas bestaat niet. Wat is dat nou weer voor onzin? Als het verboden is mee te werken aan een illusie, dan is Sinterklaas bedrog. Als priester heb je te denken aan je waardigheid. Ja, pastoor die achter een voetbal aanhoudt. In toog, Erik. Ja, de kleren maken de priester. Maar ik zou er niks op tegen hebben om in een gewoon pak rond te lopen.